Oké, dit zijn ze geworden. En dan achterop staan de namen. Je begint zo'n onderzoek altijd allereerst met een onderzoeksplan. En daarin ga je dus vertellen waar je onderzoek naar gaat doen en hoe je dat gaat doen, et cetera. Want ik word zo gebeld door de radio. Nou, daar zijn ze. Hier gaan we de hele zomer tegenaan kijken. Delicieus. Dus we hebben een romantisch diner voor twee. Maar dit is wat we nu aan Kel hebben. Een hele goede morgen, jongens. Het is maandagochtend en dat betekent dat dit weer een nieuwe weekvlog is. Het is tweede paasdag en dat is voor mij niet heel bijzonder, want ik ben gewoon aan het werk. Dus het is een saaie tweede paasdag. We gaan vanavond wel gezegd bij mijn schoonouders eten. En ja, helaas zijn mijn schoonzus en de kindjes daar niet bij. Want het is natuurlijk coronatijd nu en mijn schoonouders die komen ons heel veel helpen in de verbouwing. Dus die zien we wel gewoon. Maar mijn schoonzus en mijn zwager en de kindjes, die zien we dus niet. Nou zitten we eigenlijk een beetje te brainstormen. Of we gaan even ergens naar een bos, dat we ze daar nog zien. Maar we gaan sowieso iets bij ze voor de deur zetten. Dus het ligt een beetje aan hoe de kindjes zich voelen of we ze nog zien. Maar we willen gewoon echt niet dat er iemand een risico loopt. Zeker niet met zulke jonge kinderen. Ook al is de kans dat zij last krijgen van corona heel klein. Maar je neemt gewoon geen risico's, dat gebeurt gewoon niet. Maar goed, omdat het de paasdag is, hadden we wel zoiets. Het is leuk als we elkaar in ieder geval een beetje zien. Dus of door het raam of op afstand. En daarom ga ik nu even iets leuks maken voor de kindjes. Ik had namelijk deze onwijs schattige eierdopjes gekocht bij de Hema. En daar ga ik eventjes iets van knutselen. Dat ze toch nog, dat we er toch nog een beetje bij zijn. Ik weet niet, ik vind feestdagen altijd gewoon leuk om te vieren. En het is mee de eerste Pasen. En dat vind ik toch wel heel jammer dat we daar dan niet bij zijn. Dus op deze manier toch maar proberen om er iets van te maken. Oké, dit zijn ze geworden. En dan achterop staan de namen. Ik vond ze wel schattig en het hoeft ook niet heel groot te zijn, want ja, de een is anderhalf, dus die krijgt... Oké, dat gaat goed. De een is anderhalf, dus die krijgt een paasei net op. En de ander is een paar maanden, dus die krijgt helemaal geen paasei op. Maar ik vond het gewoon wel leuk om iets te doen. Dus kaartje er nog bij en dan is het klaar. De oma van Lars had lekkere salade gemaakt, dus dat hebben we gegeten met een stokbroodje. En nu ga ik opruimen en dan weer naar huis. Oké, we zijn even bij oma. En we gaan natuurlijk niet naar binnen. We blijven op de stoep staan. Maar we hebben wel wat lekkers meegenomen. En we willen even gedag zeggen, want we hebben oma al zo lang niet gezien. Dat is de oma van Lars. En die zit in er eentje in deze quarantainetijd. Dus dat is wel heftig. Maar goed. Ze heeft nu wel een iPad. Dus ze kan niet facetimen. Dat scheelt al heel veel. En een hele goede morgen, jongens. Het is dinsdagochtend. En we hebben een hele geslaagde paasdag gehad. Echt even family time. En we zijn in Tiel blijven slapen. Want dat was wel zo makkelijk. Dus we rijden nu lekker naar huis. En ik vond deze trui. En ik vind hem echt super leuk. Die had ik blijkbaar ooit een keer bij Lars laten liggen. Echt nog nooit aangehad volgens mij. Dus nu ben ik helemaal in de hele vrolijke kleur. Yes! De planning voor vandaag is werken. We moeten veel regelen. Zeker omtrent het huis. Want er komen nu allemaal van die laatste kleine puntjes aan. Waar dan net even vaart achter gezet moet worden. Zodat we er ook echt over ongeveer een maandje wel in kunnen. Ja. Het is echt super gek, maar we waren echt... denk ik een week of twee niet in Tiel geweest. En of drie misschien wel. En ineens is alles zo groen omdat het echt zomer wordt. Dus het ziet er gewoon heel anders uit. Ja, nu is het heel grijs. Maar oké, ik bedoelde de berm. Ik ben bezig aan mijn onderzoek. Ik moet voor mijn stage moet ik een onderzoek schrijven. Dat is ter voorbereiding van je scriptie die je volgend jaar moet schrijven. Ik moet volgend jaar afstuderen. Ik kan wel het een en ander vertellen als je het leuk vindt erover, want ik krijg wel vaker vragen over mijn studie. Ik loop dus stage bij Radiocorp, dat is de overkoepelende organisatie van Slam, de radiozender, en van 100% NL. Zoals je misschien wel weet heeft Slam ook best wel een groot YouTube kanaal waar ze video's op uploaden. En in september aankomend jaar gaan er regels veranderen voor online reclame, dus dat gaat ook invloed hebben op mijn eigen werk. Nou moet ik vanuit Slam een onderzoek gaan schrijven over die regels en wat het gaat veranderen en waar Slam rekening mee moet houden. Dus je begint zo'n onderzoek altijd allereerst met een onderzoeksplan en daarin ga je dus vertellen waar je onderzoek naar gaat doen en hoe je dat gaat doen, et cetera. Nou, en dat begint met de probleemstelling. Dus
ja, als je onderzoek gaat doen, ga je onderzoek doen naar een probleem. Dus dan moet er wel een probleem zijn. En die moet je duidelijk op papier krijgen. Dus mijn probleemstelling is, het Europees Parlement heeft in 2018 een nieuwe richtlijn opgesteld voor audiovisuele mediadiensten. Deze richtlijn dient de verouderde richtlijn uit 2007 te vernieuwen en te vervangen. Er is in 12 jaar veel veranderd op het gebied van audiovisuele vormgeving. En waar de richtlijn uit 2007 vooral toezag op televisie, oproepactiviteiten en radiodiensten, dient de nieuwe richtlijn een groter en meer omvattender mediagebied te raken. Nieuwe media, zoals Instagram, Facebook, YouTube en Twitter, leken tot nu toe de dans te ontspringen als het gaat om reclamehandhaving. Om de online reclamewereld enigszins in het gareel te houden, besloot de Stichting Reclamecode initiatief te nemen met reclamecode social media en influencer marketing. Online adverteerders, influencers en bedrijven moeten door middel van hashtag ad of hashtag spon aangeven wanneer een online uiting behoort tot reclame. Mocht een online reclame uiting hier niet aan voldoen, dan is het mogelijk om een klacht in te dienen bij de reclamecodecommissie. Echter is het voor de reclamecodecommissie niet mogelijk om een sanctie of boete op te leggen. Tot voorheen kon de commissie alleen aanbevelingen doen tot het herstellen van uitingen door adverteerder of influencer. De nieuwe Europese richtlijn moet u veranderingen brengen. Echter brengt deze richtlijn een hoop vragen met zich mee. Hoe wordt de verordening doorgevoerd in onze nationale wetgeving? Wat voor gevolgen heeft het voor de online reclamewereld? Hoe zal de wet worden gehandhaafd? Maar vooral, in hoeverre heeft het invloed op de uitingen van online kanalen van Slam? Nou, dat is een beetje... Dan gaat het nog verder, maar dat is wel heel lang. Hi, vind je het ook mooi? Zo mooi geschreven. Dat is dus een beetje waar ik mijn onderzoek nu over ga schrijven. En ja... Ik ga de goede kant op. Het enige wat vervelend is aan zo'n onderzoek is dat je niet alleen maar hoeft te schrijven, maar dat je ook echt een shitload aan bronnen moet verzamelen en zo. En dat allemaal op de juiste manier moet invoegen. En dat kost echt onwijs veel tijd. Dus, let's go. Oké, jongens. Kleine change of plans. We zijn echt aan een wereldreis begonnen. We zijn al 3 kwartier onderweg en we hebben nog 3 kwartier te gaan. We zijn namelijk onderweg naar... een plekje in het oosten van Nederland. En daar gaan we kijken voor een vloer. We hebben namelijk een vloer gezien die we mooi vinden. Die vrij goedkoop is. Dus we hadden zoiets. Oké, we gaan gewoon kijken. Want we moeten voor boven nog een vloer. Het was dus wel 1,5 uur rijden. Maar ja, hoort erbij. En we hadden vandaag toevallig qua verbouwing niks op de planning staan. Dus ik ben gewoon in de auto aan het werk. Lars rijdt. Ik moet op de terugweg college kijken. Want dan heb ik college om 3:30. Dus dit is een creatieve oplossing. En als het goed is, gaan we vandaag dus een vloer uitzoeken. Ineens. Yay. Lijkt dit echt wel mee? Ja, lijkt echt heel veel. Ik denk dat dit... Doe deze, kom. Oké, we zijn eruit met de vloer. Nu was een speer weer thuis. 3 uur in de auto gezeten. Maar ik heb nu college. En dat is online door de coronacrisis. Dus, als het goed is, kan ik nu zo meteen de room in, de chatroom. En dan ben ik helemaal oké. Als ik weet hoe die heet. Oh shit, ik kan niet vinden. Zo, het avondeten zit erop, college zat erop, alles goed gegaan. Kluskleren aan en dan gaan we weer naar het huis om te klussen. We gaan vanavond spotjes maken. We hebben net de spotjes binnengekregen die we besteld hadden. Van Philips Hue. Die kan je dimmen en zo. Dus dat zijn coole spotjes. En daar waren we op aan het wachten. Dus nu kunnen we eindelijk in de keuken ook licht gaan maken. Zodat we 's avonds ook wat kunnen zien in het huis. Dat is wel handig. Let's go. Een hele goede morgen, jongens. Het is woensdag. Woensdagochtend. Het is woensdagochtend. Ik kom net onder de douche vanavond naar dat ik er nog een klein beetje rood en gaar uitzie. En ik ben het wakker. Ik moet even met jullie praten om mijn stem een beetje op te warmen. Want ik word zo gebeld door de radio. Ze hadden bij Slam een item waarin mensen, ik weet niet of dat bekende mensen zijn, of ik heb geen idee, maar mensen hun favoriete binge-watch serie vertellen. En dat kan er bij mij maar één zijn, want ik kijk ongeveer maar één serie. En dat is uiteraard Friends. Voor de 4e keer op rij, nu, ondertussen. And I still like it. Dus dat ga ik zo even doen, op de radio. Voor de rest gaan we vandaag een open haard uitzoeken. Ook heel belangrijk. Daarvoor moeten we om 10 uur in Lunteren zijn. Het is nu 8:10, dus dat gaan we wel redden.
En vanmiddag heb ik opnames voor iets anders van Slam. En dat is voor het videokanaal. En ik zei al, dat hoort natuurlijk allemaal bij mijn stage. Ik kan ook allemaal bij mijn stageuren optellen. Grappig. Oké. Ik ga nu wachten tot ze me bellen. Goedemorgen, met D. Hey, D. Goedemorgen. Hey, wat fijn dat jullie mogen bellen. Ja, tuurlijk. Hey, D. Goedemorgen. Nou ja, ik ben gewoon weer opnieuw begonnen met mijn One Never Love Ending Story. En dat is Friends. Ja, het is gewoon echt de vierde keer opnieuw. Het staat helemaal nergens op, maar ik blijf het zo leuk vinden. Dat is dus hoe een radio-interview gaat. Heel sukkelig achter de telefoon met je haar nog helemaal nat en niet charmant. We hebben net even een afspraak gehad voor de verbouwserie voor iets, dus dat is leuk. En we zijn nu lunch aan het maken en we hadden nog heel wat over van de barbecue. Dus dat gaan we opmaken. En ik ben kipburgers aan het maken. En als het goed is, zijn de broodjes ook op tijd klaar. En dan hebben we een lekkere maaltijd. Hoe maak je dit? Dat gaat wel heel hard. Moet je niet zacht zetten? Ja, maar ik bedoel, hoe krijg je het knapper? Ja, wel aan het einde hard bakken. Maar je geduld is belangrijk bij een speklap, hè? En dan heb geduld. Zo jongens, de opnames zijn helemaal goed gegaan. Ik vergeet altijd veel met dat soort dingen, want het is gewoon zo stressvol. Iedereen is ineens in je huis en nu moesten we natuurlijk ook nog 1,5 meter afstand houden. Dus het was echt een heel gedoe om het allemaal voor elkaar te krijgen, maar het is gelukt. Het is voor de mensenmening van Slam, dus mocht je het leuk vinden om dat te zien, dan moet je dat even checken op het Slam kanaal. En nu is het even tijd voor iets anders. We hadden inderdaad de tegelzetter hier over de vloer, die de tegels natuurlijk in de badkamer heeft gemaakt. Echt perfect, super mooi. En zijn zus die was net een restaurantje begonnen in Utrecht. En nou is het natuurlijk echt een rottijd om net je restaurant geopend te hebben. Dus hij zei van, misschien vinden jullie dat lekker. Pokeballs, of course. Dus wij waren super hyped. Dus we hebben nu besteld bij Susu Poke heet het. Het zit in Utrecht op de Amsterdamse Straatweg. Of op de Voorstraat, ik weet niet meer precies. En het ziet er zo lekker uit. Delicieus. Dus we hebben een romantisch diner voor twee. Jij hebt met kip volgens mij. Yep. Kip en eitjes en mango. Ik heb met tonijn, avocado. Ja, en ze hebben er dus ook iets bij gedaan. Ik ben benieuwd wat dat is. Echt super lekker. Romantisch hoor, schat. Leuk. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar probeer alsjeblieft je lokale restaurantjes te supporten door eten te bestellen bij ze. En mocht je naar Utrecht komen, ik denk dat dit super lekker is. Dus ik doe zo nog even een review. Maar zorg ook dat je restaurantjes als deze laat bestaan. Want het is zo zonde als al die restaurantjes omvallen. Dus wij gaan nu lekker smikkelen. Oeh, lumpiaatjes. Oh, nice. Eet smakelijk, jongens. Zo. Interview is voorbij. Rok uit. Klusbroek aan. Die had ik al meegenomen. Het eten was zo onwijs lekker. Echt. Buikje vol. Er is nog wel een beetje over, dus dat staat in de koelkast op Niek te wachten, want Niek is helemaal weg van Pokeball. Dus die gaat ook nog even lekker smikkelen ervan. Ja, echt heerlijk gegeten, dus dikke tip. Lars is nog even verder aan het klussen en ik kon niet zo heel erg veel doen. Mijn schoonouders kwamen ook en dan is het gewoon heel snel een beetje vol in huis. Dus ik ben naar huis gegaan. Ik ga even lekker douchen, even een maskertje opdoen, de was doen. Wat hier ligt, mijn grootste haat in het huishouden, de was. Ik vind het echt verschrikkelijk. En dan ga ik de vlog editen, want die moet ook nog geëdit voor zondag. En ik heb voor de rest een hele drukke week. Morgen gaat er namelijk de eerste stap aan de tuin beginnen. En daar heb ik zoveel zin in. Dus ik wil morgen gewoon helemaal vrij houden verder voor alleen het huis. Dus ik ga nu vanavond gewoon even lekker werken. En ik moet zeggen, werken is helemaal niet zo erg als je lekker een maskertje op hebt. En je haren lekker in een of ander vies, vettig conditioner ding. Komt helemaal goed. Dus dat is de planning voor vanavond. Ik heb mijn allermooiste schoenen weer aan. Voor deze bijzondere dag. Sexy hè jongens. Ik weet het. Dit is echt mijn charmantste look. En nu heb ik mijn lange broek aan, want het is nu nog koud. Maar vanmiddag gaat mijn korte broek aan. En dan wordt het alleen maar charmanter. Ongekend. Een hele goede morgen jongens. Het is donderdagochtend. Het is 8:15. Ik zit in de auto, want ik ga naar het huis. En waarom ik die mooie laarzen aan heb, is omdat we vandaag in de tuin iets gaan doen. Het is nog niet veel, maar het is voor ons een hele belangrijke stap.
We gaan namelijk aan de achterkant van de tuin. Er stonden allemaal dode bomen. Die hebben we allemaal weggehaald. Want het was gewoon levensgevaarlijk. Gaan we nu coniferen plaatsen. Zodat we niet meer zo'n verschrikkelijke doorkijk hebben. Er komt daar later een schuur. Maar die gaan we zelf bouwen. En daar hebben we nu nog geen zin, slash tijd, slash geld voor. Dus dat gaan we op een later moment doen. En daarom moest er iets komen. En er moet sowieso groen komen. Als je een schuur daar bouwt, moet er ook groen komen van de gemeente. Dus we hadden zoiets. Oké, laten we dan iets neerzetten wat niet te duur is. Coniferen zijn niet te duur. Wat snel dicht is. Dus als je er gewoon wat meer op elkaar zet, dan is het snel dicht. En wat ervoor zorgt dat we gewoon nu de komende zomer wel uit het zicht kunnen zitten. Dat ze niet allemaal op de straat met ons mee kunnen barbecuen. Dus dat is een beetje het idee voor vandaag. Ik ben chef tuin. Want Lars die vindt zichzelf al te druk met alle andere dingen. Dat is hij ook. Dus ik heb de leiding over de tuin op me genomen. En Lars mag alle handige dingen doen. Ik weet gewoon precies hoe ik het wil. Ik heb het in mijn hoofd. Dat is gewoon makkelijker. Hij doet gewoon waar hij goed in is. Ik doe waar ik goed in ben. En dat is gewoon dingen bedenken. En de tuin over het algemeen. Ik dacht dat bumper daar liep. Maar was helemaal geen bumper. Over het algemeen is de tuin gewoon. Denk wat je wil. En zelf terras leggen. Ik heb er even over nagedacht. Dat ga ik denk ik toch niet doen. Dus dan is het toch alleen maar uitvoeren. Of laten uitvoeren. En dan, ik lul hard veel. Ik moet nu gaan, want anders dan kan ik geen thee meer drinken voordat ze komen. Ik moet altijd even wakker worden. Nou, daar zijn ze. Hier gaan we de hele zomer tegenaan kijken. Het is toch fraaier dan die huizen daarachter, weet je niet? Hier, daar is een beetje die auto's weg. Ja, dat is een gezellig deel. We hebben allemaal stenen verzameld, naar voren gebracht. Hier ook. En we zijn echt nog niet opgeschoten. Maar goed, het is ondertussen weer 23 graden. Dus het is tijd voor ijsjespauze. Ik heb nou de neppe Smartie ijsjes gekocht, want daar zitten wel Smarties onderin. Van de Lidl. Van de Lidl. Van de Lidl. De week gaat de stukken door bij ons beginnen, boven. Maar nou heeft hij al bij Niek gestuukt. En ik ben nog helemaal niet bezig kijken. Dus het is tijd om even te gaan kijken hoe dat eruit ziet. Dit is wel even een verschilletje hoor, als alles mooi wit is in de gang. Holy. Heel mooi. De slaapkamer had hij al gedaan, dat is nu weer werkplaats geworden. Dat is ook allemaal mooi strak. Ja, dan begint het ineens echt af te raken als je het zo ziet. Kleine kamertje. Oh, ik loop ergens tegenaan. Ja, heel mooi. Nice hoor. Cool, nou ja, volgende week gaat het er dus bij ons ook zo uitzien ongeveer. Heel veel zin in. De eerste keer de levende boom. Niet doen, Lars! Heel mijn camera nat. En ik ook. Ah, shit jongens. Dat is niet leuk, Lars. Niet nog een keer doen, ik wil het gewoon even filmen. De eerste keer de water, plantjes, bomen geven. Ik vind het helemaal niet meer leuk nu om op te vertellen. De eerste keer water, de plantjes geven. Eerste keer de plantjes water geven. Je ziet helemaal geen shit. Er zit dus allemaal stof in mijn lens. Kijk. Kon die veertjes staan? Ja, ik moet het dus twee keer per dag doen. Met dit weer. Ja, oké. Okay. Nee, true. Oké, okay, we gaan naar huis. We gaan eten. Niek heeft eten gemaakt. Verrassing? Alweer pokeball. Oh, nice. Nice. Oké, staan er mooi bij de bankjes. Okay. Het is wel een totaal andere pokeball dan gisteren, maar ook heerlijk. Alleen deze zijn niet te bestellen. Ik hoef geen linkje in de beschrijving te zetten. Oké. Nou, eet smakelijk. Hele goedemorgen jongens. Het is vrijdagochtend, het is 9:15 en we zijn al dik een uur onderweg. Want we zijn onderweg naar een showroom voor tegels. We gaan tegels uitzoeken voor het terras. En heel veel dingen kan je online uitzoeken, maar dat soort dingen durf ik gewoon echt niet aan online. Ik bedoel, je ziet het plaatje van de tegel, maar je weet nooit hoe die er dan eigenlijk in de echtheid ziet. Dus we hadden zoiets, we rijden gewoon naar die showroom. Ook al is het dan weer even onderweg. Dat maakt niet uit. Dan weten we in ieder geval zeker dat we de goede keuze maken. Dus het was een vroegertje vanochtend.
Jort helpt ons vaak in de tuin. Super chill. En die is nu een gat aan het graven. En die moet 50 centimeter diep, want we willen kijken hoe ver we het gaan afgraven. Morgen komt het kraantje weer. Maar het duurt best lang, hè, 50 centimeter. Ik ben blij dat we dat niet met de hand hoeven te doen. Nee, maar... Het is wel een stukje. Morgen gaan we weer kruien. De hele dag met kruiwagens naar voren lopen. Door die wortels. Ja, die zijn gewoon echt... Dit is een soort bos geweest, denk ik. Het is geen tuin geweest, het is een bos geweest. Nog steeds niet de bedoeling, vriend. Schat, je moet opschuiven. Opschuiven. Die kant. Terug. Oh, goed zo. Nou jongens, dat was mijn dagje wel weer. We hebben flink geklust. Even met de buren staan kletsen over wat we gaan doen tussen ons in. Want dat zijn natuurlijk allemaal dingen waar je ineens rekening mee moet houden. Volgens mij zie ik er echt heel vies uit. Valt het mee? Ik zit de hele dag allemaal met grond op mijn gezicht. Anyways, ik ga nu naar huis. Want oh my god, we eten echt. Ik denk een van mijn lievelingsetens. Echt. Ga uit. Echt, als jullie zien wat het is, dan snap je mij, denk ik. Of je houdt er niet van, maar... Oké, nou, wij gaan naar huis. Hè, Pip? Oh, dat is toch echt de liefste hond van de wereld. De hele dag zit hij er zo schattig bij. Nou, dat zal ik zeker weten. Oh, jongens, het is zo lekker. Asperges dus, echt zo lekker, jongens. Ik heb echt genoten. Zo lekker! Luister, een beetje vervelend. Maar ja, dat ben ik ondertussen wel van me gewend. Jullie weten niet wie ik ben. Anyways, we zijn even naar de winkel onderweg. Ach, dat is ook zo kut, schat. Waarom ben jij zo? Vind jij jezelf nou niet heel vervelend? Schat, kijk, jongens, even serieus. Kijk mijn kraag hier gewoon. Dit is de lelijkste kraag ooit gemaakt bij een shirt. Net de witte borstje van me. Ah. Kijk dan. Waar is dit shirt van? Nee, niet zeggen, want die hebben normaal fucking mooie kleding. Kijk eens. Minimal. Anyways, we zijn onderweg naar de supermarkt, want we hadden echt zin in heel fout vet eten. En dat is dan voor ons chips en snoep. En dan hebben we een beetje op en dan is dan weer, dan is de lodder weer vanaf. Maar we hebben lang niet gesnoept. Ik niet. Jij wel. Wanneer? Luister, wie heeft er vandaag een broodje dunne opgekaand en wie niet? Ik heb een stuk spits met kaas. Ja. Ik heb geen dunne. Wie heeft dat niet gedaan? Ja, nou, hij heeft één keer een broodje dunne. Nee. Wie heeft er voor... Nog een keer een vraag. Komt hier in beeld, jongens. Ja. En dan gaan we het opnieuw... Nou, anyways, wat ik wilde zeggen. Je hebt gisteren nog een zak patatje... Nee, patatje frietsaus. Want het heet maar gekruide frietsaus. Nee, zo heet hij niet. Patatje... Frietje gekruide... Nee. Hoe heet het dan? Patatje gekruide saus. Belt. Oh my god, girl. Oh my god. You've got to be kidding me. Natuurlijk. Ja. Je hoeft echt niet door. Ja, maar dat doe ik liever morgen, man. Ik heb er nu echt geen zin in. Ik kom morgen wel. Ja, er staan nog heel veel van de koelkast. Gaan we eerst kijken wat daar allemaal is. Je weet ook niet wie er is. Komt goed. Doei. Hey, wacht, bel eens. Waarom? Gezout of gezouten? Of ze zeggen het? Gezout of gezouten? Nou, anyways, we gaan even naar Jumbo. Dag. Een hele goede morgen, jongens. Het is denk ik 6:55 of zo. Het is echt vroeg. Maar we moeten alweer beginnen vandaag. Want we hebben een drukke dag. Echt, dit is volgens mij een hele drukke week. Oh, ik ben ook echt niet meer aan het uitslapen. Het is koud. We hebben vandaag weer de graafmachine. Dus het wordt weer een hectische dag. Allebei de tuinen moeten afgegraven worden. 50 centimeter diep. Oh. Dus dat wordt echt een klus. Oh my god, echt zo koud. Oh. Een nadeel is dat we zo dicht bij mijn ouders wonen dat... Als je naar het huis rijdt, dat het dan niet eens warm is in de auto. Dus je warmt niet op. Oké, nou, let's go. Ik ben meteen even naar Lidl gereden om 8 uur, want dan gaat die open.
En het is iedere keer zo druk dat ik dacht, hoe vroeger ik ga, hoe minder druk het hopelijk is. Ik had een beetje een dilemma, want ik krijg vandaag dus wel wat hulp van mensen. En dat is aan de ene kant heel dubbel, want aan de ene kant ben ik heel erg inderdaad van de, iedereen moet thuis blijven. En hou je aan de afspraken. Hi! En op zich doen we dat ook, want we houden wel zoveel mogelijk afstand en we wassen gewoon onze handen en zo natuurlijk. Maar we konden het gewoon echt niet met elkaar, zeg maar, met het gezin voor elkaar krijgen wat we vandaag moeten doen. Dus we hebben echt hulp nodig. Dus ik hoop dat jullie dat kunnen inzien. Ik bedoel, ik doe heel erg mijn best om ook als voorbeeldfunctie daar heel veel, heel veel de goede kant in te laten zien. En ik denk ook dat dat aardig lukt. Alleen we zijn wel gewoon met de verbouwing bezig. En als we dit allemaal gaan uitstellen, kost het ons echt enorm veel geld. En we zijn allebei ZZP'er, dus dat, ja, het is gewoon even, het is gewoon een tricky tijd. Ik bedoel, ik vind het gewoon ook spannend. En ik wil dat gewoon wel even bespreekbaar maken met jullie. Dus dan weten jullie waarom er vandaag wat meer mensen bij ons over de vloer zijn dan normaal. En dat dat nu gewoon echt even niet anders is. Dus. Oké, daar gaan we. Ja, nou gaat het kruiwagen echt beginnen. Vandaag is moest ze weer om weg te gaan. En dan is het ineens alweer zaterdagavond, jongens. Echt. Oh, we zijn zo druk geweest vandaag. Ik heb gewoon niks gefilmd. Helemaal niks. Het regende ook heel veel. Dus ik kon mijn camera ook niet neerzetten buiten. Maar we hebben echt een groot deel van de tuin afgegraven. Ik ga het jullie morgen laten zien. We hebben echt geploeterd. En ik ben zo moe. Het is nu 11:30. En ik ben nog aan het editen. Want morgenochtend moet de weekvlog online. En ik had het nog niet af. Dus ik moet nog even doorzetten. Lars ligt al lekker te slapen. En iedereen die kwam helpen was echt kapot. Dus het was een nuttige dag. Morgen gaan jullie zien hoe het eruit ziet. Ik hoop dat jullie het niet erg vinden dat ik niet veel gefilmd heb. We moeten nog een keer gaan graven, want het is nog niet helemaal klaar. En dan ga ik zeker beelden maken voor jullie. Maar vandaag had ik er ook gewoon niet zoveel zin in. Mag je af en toe ook zeggen, toch? Ik had gewoon even mijn focus ergens anders. En ik merk dat ik echt een beetje aan het opbranden ben. Dus klinkt dat zo ellendig, maar ik ben gewoon echt moe. Het kost gewoon echt veel energie. Dus ik ga nu even dit editen en dan ga ik slapen. En dan ga ik morgen geen wekker zetten voor het eerst deze week. Dan gaan we even een beetje bijtanken. Het lijkt me handig. Een hele goede morgen, jongens. Het is zondagochtend. Ik ben de boel hier aan het opruimen en schoonmaken. Want we moeten al het gereedschap wat boven staat, moeten we naar beneden verplaatsen. Omdat het stukje door daar overmorgen gaat beginnen. Dus dat is mijn taak vandaag. Opruimen en schoonmaken. As always. Maar ik had jullie beloofd om de kel te laten zien. Dus dat ga ik nu even doen. Dat is mijn debiele hond die achter schaduwen aanrent van vogeltjes. Maar dit is wat we nu aan kel hebben. En deze berg hier moet dus nog helemaal weg. Maar de container voor is helemaal vol. Dus daar past niks meer in. Dus we hebben nog aardig wat gegaan. Maar het is wel cool. Het ziet er wel cool uit. Ik heb vanmorgen ook even dit cel hier neergelegd. Want we lopen zoveel zand naar binnen. En zeker als het natuurlijk allemaal zo rullig zand is. Dus extra protection om het hier binnen een beetje fatsoenlijk te houden. En ik moet de stuklopen even vast plakken. Want dat is gisteren ook een beetje niet gelukt. Genoeg te doen. Maar kijk hoe mooi deze keuken is, jongens. Ah, ik ben zo enthousiast. En mijn bloemen moeten ook weg. Die staan nu bijna 2 weken. Die zijn ook wel een beetje klaar. Het is zo gezellig. Na een vrij korte klusdag zijn we eigenlijk naar huis gegaan en hebben we de hele dag niks meer gedaan. Zoals ik al zei, het was echt even nodig en soms moet je ook even die rust nemen. Dus dat hebben we gedaan. Toen ben ik uiteraard vergeten de weekvlog af te sluiten, dus bij deze. Dankjewel voor het kijken naar deze weekvlog. Als je de weekvlog van volgende week kijkt, dan zie je wat hiermee gebeurt. Dus ik zie jullie volgende week. En vergeet ook niet te abonneren. Vraag ik nooit, maar moet ik vaker zeggen van Quinn. Dus abonneer even, dat is leuk.